uitkijken waar je loopt, van wat laten koeien vallen. Koeienvlaag. Precies. De Stichting Groningen Landschap kampt met een tekort aan vrijwilligers. Het gaat vooral om enthousiastelingen die mee willen werken aan schoolexcursies die de stichting organiseert. Basisscholieren kunnen bij het Groningen Landschap een dagdeel meelopen om de natuur te ontdekken. Afhankelijk van het seizoen zijn er activiteiten zoals een slootexcursie en kennismaking met de boerderijdieren. De stichting kan de grote vraag van basisscholen uit de omgeving niet aan. Op dit moment hebben we inderdaad te weinig mensen om alle scholen te ontvangen. Er zijn in de Groningen veel basisscholen die graag langs willen komen. Dus we zoeken ook extra mensen om dit soort werk uit te voeren. Sinds maart organiseert het Groningen Landschap schoolexcursies. Dit doet ze omdat het vroeten in de sloot en het wandelen tussen de koeienvlaaien heel belangrijk is. Ja, het is natuurlijk geweldig belangrijk. De afstand van kinderen tot de natuur is natuurlijk de laatste tientallen jaren steeds groter geworden. En we kunnen ze hier echt op een ervaringsgerichte manier met de natuur in aanraking brengen. Waardoor ze geweldige ontdekkingen doen. En dat kunnen ze op school niet bieden. Wij kunnen de scholen eigenlijk daarbij een handje helpen om het alsnog te bieden in hun lesprogramma. De kinderen van basisschool Swoistee waren gisteren op avontuur bij de boerderij. Ze hebben heel veel gevonden op hun ontdekkingsreis. Wat heb jij allemaal gevangen? Kleine diertjes. Laat eens zien. Een paar groene beestjes en zo. En een paar bruine beestjes. Nou, een soort bijzonder beestje. Daar gaan we zo naar onderzoeken bij een microscoop binnen. Wat voor beestje is het dan? Ik weet het niet. Gaan we zo meteen met microscopen kijken om te kijken wat voor beestje het is. Mag ik eens kijken? Jawel. We gaan naar binnen. Heb je vandaag nou veel geleerd? Ja. Zoals wat? Dat je aan die kaartjes kan zien die koeien hebben, hoe oud ze zijn en zo. En hoe beestjes en zo eruit zien. En ja, dat allemaal. De kinderen vinden het hartstikke leuk. Ze waren vanmorgen al helemaal uitgelaten. En ze hebben er nu ook heel veel plezier in om het te doen. De Stichting Groningen Landschap is van plan om een wervingsactie te beginnen om meer vrijwilligers aan te trekken.